Moreau hier met Ozee in gesprek. Maar moet je toch kijken. Ik zit me echt in dat geheugen te graven. Wanneer hebben wij dit nog gezien? Een keuvelend en babbelend peloton. Althans, in de eerste kilometers. Dit zijn de goede dingen van het oude wielrennen die overblijven. Kijk eens even. Dit heb ik meegemaakt en dat hoort erbij. Dat is een beetje tactiek. Toch ook een beetje kijken. Dat peloton moet elkaar gaan verstaan. En dan was het vaak wandeletappes. Kon je gewoon even bij elkaar op de koffie, bij wijze van spreken. Even een beetje kennis maken, een beetje kijken. In de allereerste meter. Richting Spijkenisse, dan Abbenbroek. En dat is weer ten noorden van Zuidland, waar Martijn Maaskant vandaan komt. We zagen hem voor in het peloton zitten. Je mag ervan uitgaan dat hij zich even wil laten zien vandaag. Dan richting Hellevoetsluis, de Haringvlietdam. Dan gaan we voor de eerste oversteek over groot water. Met drie koplopers die al 2 minuten en 40 seconden te pakken hebben. Wijnands aan de leiding, Lars Boom die achterom kijkt. Het is Tête de la Course, de kopgroep Perez in het midden. Het is een bondgezelschap van drie debutanten. Drie debutanten? Ja, in Boom, de Tour. Nee, wacht even. Perez heeft vorig jaar de Tour gereden. En Perez die stapte af, die kwam buiten. Dat was heel triest, die jongen had verschrikkelijk afgezien. Die stapte in de 19e rit af. 19 ritten, dan moet je er nog 2, hè, moet je nagaan. En hij rijdt die koers uit en toen komt er een commissaris die zegt... ja, dat is leuk dat je dat gedaan hebt en ook dapper. Stuur een kaart, maar wij gaan je uit de koers halen. Want je bent buiten de tijd binnen. De oude Moreau, met respect gesproken, daar links in het zwarte tricot van Caisse d'Epargne... maakt een lange neus naar al zijn voormalige Franse sponsors... die hem al hadden afgeschreven en afgedankt. Maar Moreau zit er gewoon nog weer bij. Ik moet zeggen dat het peloton, behalve uit veel jonkies, ook uit, met alle respect, oude knarren bestaat. 35, 36 en ouder. Moreau is daar eentje van. Armstrong is daar eentje van. Vogt is daar eentje van. Die inderdaad al geroepen had, wordt het niet eens tijd om ook de grijze trui in te voeren. Want we zijn met zoveel 35-plussers dit jaar in het peloton. We hebben tenslotte ook de jongere trui. Mogen wij ook een trui? Voor de grijsharigen. Ik vind echt wat voor te zeggen. Dan stap je ook weer op, wou je zeggen. Nou, ik heb mijn les geleerd in het Nederlands kampioenschap voor journalisten. De laatste keer dat ik met een rugnummer heb gereden was eventjes daarvoor. En dit laat ik voorlopig erbij. Cavendish met 111 achter in het peloton. Vorig jaar haalde hij 6 overwinningen in 1 ronde van Frankrijk. En over zijn toervorm is nu veel te doen. Als het al een sprint gaat worden vandaag. Want er staat wel degelijk wind. Een beetje in de rug, maar vooral van opzij. En als we straks langs de kust rijden. Vanaf, laten we zeggen, de Haringvlietdam tot en met de stormvloedkering. We hebben een deel van deze etappe eerder gezien dit jaar. En dat was in de Ronde van Italië. Met dit verschil dat... de buiging naar links eerder is, namelijk direct na de passage van de stormvloedkering. Dan gaan we niet door naar Vlissingen en Middelburg, maar we gaan direct op Noord-Beveland linksaf richting Goes. Dat is het verschil, maar een groot deel van de etappe is wel degelijk te vergelijken met die Giro-etappe. We hebben gezien wat daar allemaal gebeurde in de wind. Nou, er zijn een paar belangrijke verschillen met de Giro. Dat is dat de wind beduidend minder is. Maar toch nog altijd een windkracht 4 aan de kust. En vanavond zou die nog kunnen aantrekken zelfs. Maar ja, we zijn hier midden op de dag. Groot verschil is dat we aan de andere kant van de dijk rijden. Die grote dijk die daar ligt bij die stormvloedkering. Daar is een fietspad bij en dat ligt langs het water. En daar racen we met de Giro over. En we gaan nu een beetje in de beschutting van die dijk met het peloton rijden. Dat scheelt aanmerkelijk, dat scheelt enorm. En dat is een belangrijk gegeven. Het andere belangrijke gegeven is dat het ver voor de finale is. We moeten nog helemaal met de wind in de rug vanaf die dijk landinwaarts richting Antwerpen. En dan pas weer naar het zuiden, naar Brussel. Dus het zou mij zeer verbazen als hier de waaiers 1 zouden ontstaan en 2 als ze ontstaan, dat ze ook beslissend blijken te zijn zoals het dat in de Giro waren. Maar alles kan in het wielrennen. McEwen zit hier achterin.
zo lang mogelijk te sparen om die explosie in de laatste 100 meter te laten plaatsvinden. Moreau en Vogt, die hebben natuurlijk samen gekoerst bij Crédit Agricole, een Franse ploeg. Een Duitser en een Fransman, dat zijn van oudsher bloedvijanden, erfvijanden. Frankrijk en Duitsland, maar die twee die kunnen het goed met elkaar vinden. Zelf in dezelfde ploeg gereden. En Maaskant, die hier daarover leggen, die had denk ik toch wel graag in de ontsnapping gezeten. Door zijn eigen geboortestreek. Toch opvallend dat het peloton meteen het hoofd buigt voor deze demarrage van Boom, PRS en Wijnands. 4 minuut 49. Zo moet je het leren. Ik zit me echt in het geheugen te graven wanneer ik voor het laatst een babbelend peloton heb gezien. Dat dan ook nog eens geflankeerd wordt door rijen publiek. Gewoon hier in de polder bij Hoogvliet. Moet kijken. Ze hoeven geen dranghekken neer te zetten. Ze staan gewoon massa's publiek langs de kant. Dat is typisch voor Nederland. Het is mijn derde grote ronde in één jaar in dit land. En in Italië zetten ze een camera op de kopgroep en op het peloton. En dan gaan de mensen thuis in de tv kijken. Naar de tv kijken. In de huiskamers met elkaar in discussie. In de cafés, noem maar op. Een paar staan er op de bergen. En Boom vindt het zelf ook wel grappig. Maar in Italië zijn er een paar in de bergen te kijken. En voor de rest is het echt een mediasport. Je volgt het via internet, via tv, je praat erover in het café met elkaar. Maar in Nederland staan we gewoon rijen dik langs de kant. Als in de oude tijden. De schipper stak daar nog net boven het dak uit. Het peloton nog in diepe rust. Het gaat een mega voorsprong worden als het zo blijft. Met Vogt nu al etend links voor in het peloton. Bezig aan zijn 13e optreden in de Ronde van Frankrijk. Ooit het geel gedragen, 2 etappes gewonnen. En achterin de kampioen van Frankrijk met nummer 151, de kleine Veuclair. 5,5 minuut is al de voorsprong van de 3. Met Wijnands als motor van die groep. Die kun je er maar bij hebben, die lange Belg. Die vooral goed is in Vlaamse wedstrijden. Hij heeft als prof nog niet gewonnen. Ja, vorig jaar won hij een etappe in de Ronde van Qatar. Maar dat was toen nog geen echte topwedstrijd. Pro-tour-wedstrijd. Ja. En hij is natuurlijk dubbel beloftekampioen bij de Belgen. 1 keer op de mountainbike en 1 keer op de weg. Vergeet dat niet. Het manneke weet wel wat winnen is. Maar sinds hij bij de profs is, ja, moet hij zich opofferen. Hij komt inderdaad uit het mountainbike. Is 1,90 meter. Hij komt uit de streek van mijn oude ploegmaat, Nico Emons. En dat wil zeggen bij Hasselt. Dus Belgisch Limburg. Het is een Limburger. Kampioen van Zwitserland zien we daar achterin zitten. Dat is Elmiger gewonnen dit jaar. Carpets is deze lange Rus van Katusha. Ik mis zijn lange manen eigenlijk. Heeft hij afgeknipt? Ja, ik herken hem aan zijn rugnummer en aan zijn benen. Maar ik zat in twijfel. Want normaal heeft hij haar van een metertje of 2 eronder uitsteken. Het gaat naar de 6 minuten. 3 man vooruit ontsnapt op het moment dat de koers werd vrijgegeven. Het peloton
reageert helemaal niet. Met de kampioen van Luxemburg, dat is Frank Slek. Daar waar zijn broertje Andy Slek de tijdrit won. Dat zijn beide geen specialisten, dat hebben ze gisteren nog eens gezien. Hij was trouwens heel erg boos, hè? Andy Slek twitterde erop los dat hij verschrikkelijk teleurgesteld was. Niet alleen in zijn eigen falen, maar vooral ook het feit dat het regende en wel heel hard toen hij moest rijden. Totaal anders dan toen ze op hetzelfde parcours hadden getraind, de ochtend. Nou, ik heb je al gezegd, het was een puzzelparcours. Een parcours wat elk stuk van wat je moest afleggen wel iets in petto had. Een putdeksel, tramrails die af waren gedicht met rubber. Omhoog lopend, naar beneden lopend. Een bocht met verf erin, heet het, met pijlen erop. Allemaal bewegwijzering, toestanden. En met regen wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En ja, we hebben gisteren in mijn ogen grote verrassingen gezien. Ik weet niet hoe jij dat ziet. We hebben natuurlijk Armstrong, dat die zo verschrikkelijk goed was. Maar we hebben daarnaast een heleboel andere dingen die ik daar toch wel buitengewoon vond. Echt, die ik niet verwacht had. Wiggins in tegenvallende zin. Heel tegenvallend. Hij is vroeg gestart, had niet de slechtste omstandigheden. En ik denk dat ze gewoon geen risico hebben genomen. Dat de verschillen tussen die jongens gevallen zijn, gekomen zijn door de mate waarin ze risico's durfden te nemen. Ik steek hier over naar Spijkenissen toe, van Hoogvliet af. Dit is niet de pont van Spijkenissen, maar in het Frans betekent dit de brug van Spijkenissen. Want de voertaal in de Tour, ook al zijn we in Nederland, zal Frans zijn en blijven. Zo hadden we zojuist een titel toen de uitzending nog niet begonnen was. Hier Rotterdam. Ik denk, wat een rare titel. Maar dat betekent in het Frans gisteren. Hier Rotterdam. Om maar aan te geven dat de techniek het nog niet deed en dat we dus beelden van gisteren lieten zien. Ja. Ja, precies. Maar ik vond het een buitengewoon verrassende uitslag gisteren. En ik heb me suf gepiekerd waar die verschillen vandaan komen. Natuurlijk conditieverschil. Maar het kan niet anders dat er ook een flink aantal jongens geweest zijn. Evans, een erkende niet-regenrijder, die haat afdalingen, die haat regen. Die heeft een hekel aan alles waar risicoverhogende dingen van uitgaan. Ja, Evans die stelt ronduit teleur. Die verliest toch wel een tijdje. Ik zit hier in de lijst te kijken. Ik moet echt helemaal afdalen naar de 23e plek, waar hij normaal gewoon een vaste top 10 rijder is. Van deze kopgroep is Boom op papier de beste. Dat niet alleen, het is een man die koersen kan afmaken. De anderen hebben dat niet zo bewezen als Boom dat wel heeft gedaan. Hij heeft grote wedstrijden gewonnen. Pires won vlak na zijn debuut een kleine wedstrijd. Etappe in de ronde van Navarra. Boom heeft al een Nederlandse titel, heeft al wereldtitels. Niet alleen veldrijden, maar ook in de categorie tot 23 jaar belofte. En Wijnands is vooral een stoemper die we toch ook kennen van Parijs-Roubaix, waar hij goed heeft gereden. 15e werd hij. En dat is een knappe uitslag. En ook goed gereden in de Ronde van Vlaanderen. Dat is een man die je er in de kopgroep goed bij kan hebben. En Boom zal daar niet ongelukkig mee zijn. Drie man is wat weinig, maar zolang het peloton niet reageert, kan die voorsprong oplopen. Het gaat richting de 7 minuten. Met de kampioen van Noorwegen achter in het peloton. En dat is niet voor het eerst Hushovd geworden. Die overigens gisteren niet goed reed. Hij wilde ook geen risico nemen. Hij vond het te gevaarlijk met het oog op de kwetsuren die hij dit seizoen al heeft opgelopen. O'Grady hier op kop van het peloton. Met achter zich Seurissen en Slek, het zijn allemaal ploeggenoten. En dan wordt er toch een beetje tempo gemaakt nu door de Saxo-ploeg. Ja, het signaal is gegeven. Frank Slek in het rood-wit-blauw. Kampioenstrui van Luxemburg. En we hebben Terpstra toch ook in zijn Nederlandse kampioenstrui al gezien. In alle landen wordt een week voor de Ronde van Frankrijk de nationale titelstrijd verreden. Dat is zo bepaald door de Internationale Wielrenunie. En dat maakt het overzichtelijk, zodat de truien in elk geval zichtbaar zijn voor zover de heren starten in de Tour. Ook in de Tour, zoals Gutierrez, de Spanjaard, die Spaans kampioen werd. En we zijn weer terug bij de kop.
Het gaat inderdaad richting de 7 minuten. Met die lange Belg, 1,90 meter. Wijnands is zijn naam. 28 jaar. Perez is 27 en Lars Boom is het jonkie. In de kopgroep. Virtueel gezien mag Lars Boom zich al leider noemen in de Ronde van Frankrijk. Niet dat de Saxo-ploeg meteen het gevaar ziet. Omdat er nog meer dan 200 kilometer moet worden afgelegd. De kopgroep toch relatief klein is. Maar toch, ze gaan ietsje tempo maken. En de aanval loont. We hebben het zo vaak gezien de afgelopen jaren. Het zegt niet alleen iets over de kansen, want die kans is niet zo groot dat deze groep van drie vooruit blijft. Maar het zegt wel iets over de spirit die in de hoofden zit van de mensen die nu durven aan te vallen. En we hebben dat bij Boom vaker gezien. Dit is Nicky Seurissen. De aanval loont, dat is iets wat al een tijdje gaande is. Dat het steeds moeilijker wordt voor een ploeg. Zo'n ploeg als Saxo Bank die hier nu op kop rijdt. Dan kan je 100 keer kampioen van Denemarken zijn. Je moet gewoon op kop. Je opofferen voor de ploegendiscipline. Maar wat me bevreemdt is dat ze meteen met die gele trui op hun nek het gewicht van de koers op hun nek nemen. Dat ze er gelijk voor gaan. En dat is natuurlijk, het geeft een verantwoordelijkheid. Dat is een gele trui in je ploeg, dat moet je doen. En Cancellara wil in zijn Parijs-Roubaix overmorgen over die kasseien heen denderen in het geel. Dus daar staat voor die ploeg wat op het spel. Maar zonder vorm van onderhandeling, wat je een paar jaar terug toch vaak zag, is dat er dan 2, 3 mannetjes van elke ploeg met een sprinter erin mee op kop gingen rijden. En dat zie je nu veel minder, of eigenlijk helemaal niet. En die controle is veel moeilijker. De renners zijn veel meer aan elkaar gewaagd. En kwade tongen beweren dat dat komt door dat de dopingcontroles zo streng zijn. Dat klopt. Daar staat ook tegenover dat de trainingsmethodes steeds beter zijn. En dat de programma's die de renners afwerken ook steeds meer geperiodiseerd zijn. Dat wil zeggen dat ze met een goede voorbereiding aan de Tour beginnen. Geen andere koers in hun benen hebben. En dus echt gefocust zijn op de Tour de France. Dus het is veel moeilijker om verschillen te maken. En dan zit je daar toch al meteen in de eerste, de beste etappe bij een gaatje van 6 minuten. Zonder blik of blozen, die hele ploeg op kop. Gaat maar doen, hè? 230 kilometer op kop knarren. Dat is in de eerste etappe van de Tour. En dan komen er nog 20. Ik geef het je te doen. Goed, Boom is dus gestart als knecht. Aan de andere kant denk ik toch dat er binnen die ploeg wel afgesproken is van jongens, denk er goed om. We zijn in Nederland, de hele etappe is live op tv. Het mag niet zo zijn dat er een kopgroep weg is zonder dat wij daarin vertegenwoordigd zijn. Dat lijkt me zo logisch. Nee, maar dat niet alleen. Boom heeft hem zelf op gang gebracht. Maar dat was echt een ziekende demarage. Je zag jongens kijken van, oh, zou het al een beetje beginnen? En voordat ze hun gedachten konden afmaken, was het eigenlijk al gespeeld. Dus ik vind dat alleen maar toe te juichen, Herbert. Natuurlijk. Jij niet? Natuurlijk. We rijden voor Gesink, maar we gaan niet als zombies rondrijden. Alleen maar onze taak doen. We zijn potverdikke wel in Nederland en we zijn wielrenners en we willen iets. Dat is toch mooi? Alleen de gebroeders Slek hoeven niet mee te doen. Alle andere Saxobankrenners rijden op kop. Met O'Grady, die toch weer is opgestapt. De man die veel rondes van Frankrijk heeft gereden. Ook in het geel etappes heeft gewonnen. Maar wij kennen hem vooral ook als een man die alles in zijn lijf al heeft gebroken wat je kan breken. Zware valpartijen meegemaakt. En belangrijk in die ploeg. Hier gebeurt wat. Rotterdam, wereldhaven, tot de top 3 van grote havens in de wereld. Er komt het Maasvlak erbij.
Ja, als Rotterdam wil uitdragen dat ze wereldhandelsstad zijn, dan is dit toch wel de beste manier, zou je zeggen. Want welk sportevenement geeft de mogelijkheid? Daar gaan we Maaskant zien. Maaskant vroeg even toestemming aan de op kop rennende Nicky Zurissen. Mag ik eventjes zwaaien naar de familie? Pa Maaskant was een goed wielrenner. En zijn zoon kan er ook wel wat van, ja. Eerlijk gezegd. Ja, zijn eerste jaar was natuurlijk buitengewoon. Hoe hij presteerde in de Ronde van Vlaanderen en vooral in Parijs-Roubaix. Ook wat tegenslag gehad, maar wie komt dat niet tegen? En Maaskant mag de familie begroeten. Maarten de Bakker zal er straks ook wel ergens langs de kant staan. John Thaler woont hier. Spijkenissen, jazeker. Die kon hard fietsen. Jarenlang nog de sprintaantrekker van Cipollini geweest. En hij fietst nog steeds. Zijn kinderen fietsen inmiddels. Ja, schrijf Maaskant vooral maar op voor komende dinsdag. Als de kasseien van Parijs-Roubaix voor een deel zijn opgenomen in het Tour de France parcours. Daar zal niet elke renner gelukkig mee zijn, maar een man als Maaskant wordt daar heel blij van. Hij was al vierde in Parijs-Roubaix als neoprof. 12e in de Ronde van Vlaanderen, hetzelfde jaar. Vorig jaar zijn beste etappe-uitslag. De vierde plaats, Maaskant. En de voorsprong stabiliseert zich nu. Net onder de 7 minuten. Twee mannen van boven de 1,90. Boom en Wijnands. En daartussen die kleine Perez. Staat er wind? Je kunt kitesurfen. Dan moet er wel een beetje wind staan. Ja. Ik heb de familie gebeld in Zeeland. En die zeggen toch dat er nu al een windkracht 4 staat. En dat is ook wat de KNMI opgeeft. En vanavond wordt het windkracht 5 zelfs. Dus er staat wind. Is 4 genoeg? Alles hangt af van de renners. Echt alles. Komt er een groep voorop? We gaan die in de spits van het peloton rijden die ook het vermogen hebben om gewoon korte stukken 70 per uur te rijden. Maaskant is een man die zijn opleiding genoot in de ploeg van Nico Verhoeven. Raboploeg. Hier staat de familie overgekomen vanuit Zuidland. Dat ligt hier een kilometer of 4-5 vandaan. Mooi moment. Het begin van deze tour voor Martijn Maaskant. Hij koos zijn eigen weg. Ah, dat is toch prachtig. Dit is schitterend. Dit zijn beelden die we kennen van Franse renners in Frankrijk, maar het kan ook in Nederland. En het peloton snapt dat. Mannen zijn het hele jaar van huis en in de Tour ruim 3 weken. En als je dan het voorrecht hebt dat je in je achtertuin de Tour mag fietsen, dan is dit natuurlijk het moment dat je moet kiezen. Nou, ik heb toch wel eens een keer zo'n renner vervloekt, hoor. Toen waren we van Poppel de sprint aan het aantrekken. Tenminste, aan het voorbereiden. We moesten nog een kilometer of 30. En de jongen had 4 minuten voorsprong. Dus we hadden zo'n nog geen oortjes in die tijd. En een bordje met zo'n motaar die zegt 4 minuten. En wij rijden. En denken, nou, dan pakken we hem in de laatste 5 kilometer terug. Want anders krijg je weer allemaal gedoe in het peloton als dat te vroeg gebeurt. En bij 30 kilometer voor het eind kwam een bocht om. En daar stond hij. Fotografen erbij. Familie op de arm. Ik begon het hele spel overnieuw. Het was echt een bende meteen. Ja, dat was een streep door de rekening. Dat ging helemaal mis. Jij pleit dus voor oortjes, begrijp ik. Op dat moment was oortjes een handig ding geweest. Als hij even had kunnen telefoneren van jongens, ik ben even hier aan het stoppen. Ja, maar dit is een goed, hij heeft goed een, begin van de Tour. Hij heeft een bravoerkop ook, hè? Ja, zie je dat? Ja, dit is een echte winnaar. Heb je het gezien, jongens? Ja, vergeet niet, hè, want dat winnen waar jij het over hebt, dat zijn allerlei cross-titels, belofte-titels, tijdrit-titels. Hij is pas vorig jaar echt in het grote jongenspeloton terechtgekomen. In het grote mannenpeloton, waar ze boven de 200 kilometer gingen koersen. En hij heeft het tot in de Vuelta over gedaan. En daarom ging hij ook steeds aanvallen. Hij zei, ik ga gewoon aanvallen, want ik moet die
die hardheid krijgen. Ik moet die hardheid heb ik al, maar die kilometers in mijn benen, dat ik het na 200 kilometer ook nog kan. En die bevestiging kreeg hij al gelijk in die Vuelta-etappe. Maar als wegrenner in de Tour moet hij eigenlijk ook voor zichzelf alles nog uitvinden. Maar in zijn kop is hij een winnaar. Hij heeft bravoure. Dat zie je aan die hele uitstraling van die gast. We zullen toch nooit vergeten hoe hij dwars door alle stalorders heen Nederlands kampioen werd. Bij de profs. En op het laatst een tempoversnelling inzetten, waardoor hij nu nog altijd gerechtig is om met het rood-wit-blauw op zijn mouwtjes te fietsen. U ziet dat. Dat zijn de renners die kampioen van hun land zijn geweest. Het leuke was dat jij refereert nu aan het kampioenschap van 2 jaar geleden. Ja. Toen zat hij nog in het continententeam, dus niet in het grote mannenteam. Ja, precies. Dat bedoel ik ook. En hij kon lekker profiteren. 18 jongens die op kop reden. En hij heeft gewacht. En op het laatst poefde hij eruit, zoals het heette. En hij verraste iedereen. Hoe sterk is de eenzame fietser? De Fransen kunnen niet genoeg krijgen van dit soort beelden. Want, zei ook de baas van de Tour Prudhomme, wat jullie hier hebben aan fietsen, dat zag ik toen ik het station uitstapte. Dit is een echt fietsland. En wij willen in Frankrijk proberen echt de link te leggen met gewoon je oma fiets en het wielrennen op de weg. Dat vinden jullie misschien gek dat dat niet zo is, maar dat is in Frankrijk niet. En hij gaf er een heel mooi uitgangspunt bij aan. Hij zegt, op het moment dat je zelf fietst en als je dat met z'n allen doet in grote getalen, dat het een manier van leven is, onderdeel uitmaakt van je manier van leven, dan kijk je anders naar zo'n wedstrijd. Als je op zo'n ding hebt gezeten, dan denk je, wat doen die rare kerels daar? Het lijken wel insecten met die rare helmen en die onherkenbaar makende bril op. Als je zelf op zo'n ding rondrijdt, dan zie je dit anders. Wat u overigens nog moet weten is, voor zover nog niet vermeld, het peloton begonnen is gisteren aan de proloog met 197 renners. Het was er eentje minder dan gepland. De Cervelo-ploeg startte niet met Florencio. Inmiddels bestaat het peloton uit 196 renners. Want in de proloog van gisteren is Matthias Frank hard onderuit gegaan. Het is een ploeggenoot, een Zwitserse klimmer uit de stal van Cadel Evans. En dat betekent toch een aderlating voor een ploeg die toch al niet bekend staat als sterkste collectief. Wat dat betreft zal Evans het nog moeilijk krijgen. Dat zijn ook de woorden van Karsten Kroon, die deel uitmaakt van die ploeg. En ze missen dus nu al, terwijl we nog geen berg hebben beklommen, de Zwitserse klimmer Matthias Frank, die zijn arm brak gisteren in de proloog op het natte wegdek. Dat is wel jammer, want het is een van de vaandeldragers en een jonge gast. Sowieso triest als jongens vallen op deze manier, maar in de proloog, ja. Chris Boardman heeft het natuurlijk meegemaakt, er zijn meer voorbeelden van, maar meteen uit de wedstrijd. Heel bijzonder. Het is aardig dat Boom ook de aanval niet schuwt in een etappe van meer dan 200 kilometer. We hebben daar vorig jaar verslag van gedaan dat met name die wedstrijden van meer dan 200 kilometer, dat vindt hij nog lastig als jonge renner. Hij heeft in de finale wel eens problemen gekend, omdat hij nog niet gewend is aan die grote afstanden. En de enige manier om daar beter in te worden, zegt hij zelf, en dat pleit voor hem, is de aanval kiezen in wedstrijden van meer dan 200 kilometer. Daar kom je jezelf een keer tegen en misschien nog wel een keer en nog wel een keer. En uiteindelijk word je daar sterker van, grensverleggend bezig zijn. Nou, ze heeft het ook precies gedaan in de Ronde van Vlaanderen. Gewoon erin knallen, mee in die finale. En op het moment dat die finale begint, ja, toen kwam hij erachter, ik kom tekort. Dan is hij erg teleurgesteld, dat zie je dan ook wel aan hem. Maar het wel doen. En dan komt dat vanzelf een keer. Daar krijg ik trouwens een vraag over, weet je dat? Ik heb hier met Joris van den Berg, de man in Hilversum voor ons internet, hebben we een pracht van een vraag. Die staat weer open via internet, dus stuur die vraag op naar de NOS. Die vraag gaat erover van, goh, ik merk naarmate ik ouder word, met die grijze trui, dat geklets voor jou over dat ouder worden, dat je dan een grijze trui moet invoeren, omdat je dan toch nog heel wat presteert als baasje.
Ik word juist steeds sterker naarmate ik ouder word. En dat is een vraag van Patrick uit Wingelo. Nou, Patrick, ik kan je vertellen, dan heb je nog niet lang genoeg getraind. Het is zo dat je met wielrennen een bepaalde trainingsleeftijd nodig hebt. Ja, maar Wingelo ligt in Drenthe en daar is dat wel zo, hoor. Hoe ouder je wordt en je woont in Drenthe, hoe sterker je wordt. Oké, okay, jullie Drenthe hebben allemaal een slag met elkaar die gaat boven ieder financieel gewin of wat ook. Dat zit daar gewoon in. Dat is gewoon bijna gênant om dit aan te zien allemaal. Maar voor normale stervelingen buiten Drenthe dan, die moeten gewoon eerst 10 jaar zich afbeulen op die fiets voordat die hardheid erin komt, voordat die ausdauer er ontstaat, voordat die spieren die taaiheid krijgen. En dat is wat Boom zich realiseert. Die moet gewoon die jaren van afzien meemaken om op een niveau te komen dat je boven de 250 kilometer niet meer een lichaam hebt wat zich een hoedje schrikt van die pijn die erin zit. En als windkracht 4 zagen we daar in beeld. Ja, daar staat wel degelijk wind. Als je naar het bootje kijkt, daar is wind. Zeven minuut 10, Perez op kop. Massas volk langs de weg. Dit zie je alleen toch in Nederland. Dat je ook in de dorpen en buiten de dorpen en buiten de bebouwde kom een haag van mensen hebt. Ik kan me herinneren dat we in Frankrijk soms kilometers lang geen publiek zien. Hier is dat kennelijk onmogelijk. Ja, ik zie af en toe zie je wel eens een boer die dan met zijn trekker van het land afkomt daar in Frankrijk. En die er niet langs kan. Die denkt, nou, dan ga ik maar even kijken. Ja, inderdaad, dat klopt. En het is niet omdat er geen toeschouwers zijn, maar het bijzondere aan wielrennen is dat het een tv-sport is. En voetballen is dat natuurlijk ook. En met die beelden die we tegenwoordig kunnen maken. Ik zit af en toe in kopgroepen zoals nu. Ja, daar zit ik er gewoon zelf in. Ik zie het nu beter dan wanneer ik zelf in deze kopgroep had gezeten op mijn eigen fiets. En dat betekent dat je langs de kant kan gaan staan, maar dan moet je daar gaan staan voor het feest, voor de lol die je met elkaar hebt. Want die renners die zijn met de karavaan ervoor uit in een anderhalf uur voorbij allemaal. Boom op een enorm klein verzetje. Hij rijdt sowieso altijd erg klein. Dus er zitten wat te geiten. Deze drie kennen het spel. Ze weten dat ze nu gewoon moeten rijden als een ploegentijdrit. Niet op een maximum vermogen, maar daaronder. En dan gaat het kaarsje langzaam uit. En dan kijken of ze in de finale nog een beetje kunnen volharden. En dat wordt leuk, want we gaan nu naar de Haringvlietdam toe. Hellevoetsluis rijden we in. En dan even later ligt de Haringvlietdam. Het is een prachtige reclamespot voor Nederland zo. Met deze omstandigheden. Heldere hemel. Een beetje wind. De wind komt hier nog schuin van voor. Maar je ziet het, het is absoluut niet windstil. Dat gaat een rol spelen. Kijk ook naar die vlaggen daar rechtsboven in beeld. Want de wind komt voor het grootste gedeelte uit het westen. Noordwesten. Dat betekent dat hij nu nog een beetje tegen is. Als we straks inderdaad de Haringvlietdam oprijden, dan gaan we naar beneden. En dan zal de wind wat meer in de rug zijn, maar ook vooral van opzij. Wijnands, die Belgisch kampioen werd mountainbiken. En als gevolg van dat kampioenschap een profcontract kreeg als wegrenner bij een wat kleinere ploeg in België, Chocolade Jacques. En Belgisch kampioen werd op de weg. Bij de belofte.
belangrijk als helper van Bonen. Maar u weet, Bonen is niet opgestapt. Daar is ook wel iets over te vertellen. Bonen sukkelt al een tijd met een blessure. En nu had men het plan, en het was geen slecht plan, om Wouter Weiland op te roepen. Weiland won een etappe in de Giro. Sterker nog, dat deed hij in Nederland, in Middelburg als ik me goed herinner. Ja, daar was het. En hij mocht niet opgesteld worden van de tourorganisatie. Dat heeft te maken met veel dopingcontroles. Die had Weiland wel gehad, want hij reed de Giro, zoals gezegd. En is het dan, Maarten, niet merkwaardig dat men als tourorganisatie niet zegt... nou ja, we weten waar hij gefietst heeft, we weten wat hij gepresteerd heeft... we weten dat hij gecontroleerd is. Natuurlijk mag hij starten in de Tour als vervanger van Bonen. Maar ja. Nee, eigen regels. Ja, nee, er waren een paar redenen voor de tourorganisatie om dat te wantrouwen. Wijnands is ziek vertrokken uit de Giro. En niet zomaar ziek, hij is uiteindelijk in het ziekenhuis van Gent terechtgekomen. Zijn woonplaats. Omdat hij helemaal uitgedroogd geraakte. Hij bleef aan het overgeven en aan het doen. Hij had een van de virus erbij opgelopen. En ja, die heeft daar lang van moeten herstellen. Dat is een week of drie geweest dat hij buiten beeld is geweest. Ten eerste denk ik dat hij dan ook heel veel moeite zal hebben om genoeg sterkte te hebben teruggewonnen om de Tour goed te rijden. Die kracht is toch kwijt. Maar de Tourdirectie zegt van ja, maar dan is die ook gewoon in die drie weken niet gecontroleerd. We weten niet op welke manier die weer aan zijn conditie heeft gewerkt. Nou, dat is een redenatie. Maar het mafste aan deze hele situatie, het meest bizarre, is dat een commerciële organisatie kan optreden voor rechter en regelgever. Dat we zulke strenge dopingeisen hebben, dat er instanties voor zijn die dat regelen, die zijn op zich al bijna onmenselijk, of eigenlijk helemaal onmenselijk. En dan gaat de Tour daar zijn eigen richting in varen. En wat ik daar bovenop nog wel een kanttekening waard vind, is dat Patrick Lefevre, de man die ook mijn ploegleider is geweest, en die mij in die tijd toch echt, die ik heb leren kennen in mijn tijd dat ik bij hem koerste als een iemand die je vertrouwen kon geven, die echt de menselijke aspecten zag, de kwetsbaarheid van renners. Ja, die heeft het hele jaar heeft het al aan de stok met Wijnands. Hij presteerde niet genoeg, weet ik veel wat. Er was de hele tijd gedoe, ook zijn contract was nog niet verlengd. Toen won hij in één keer dat ritje in de Giro in Middelburg. Nou, hij was helemaal enthousiast, hij zegt goed voor hem, maar nog steeds geen contract. En die zegt nu vlak voor die Tour, ja, zo zijn de regels. Als de Tour dat wil, niet leuk, nou, maar dan nemen we Rada maar mee. Hij stond niet op voor zijn renner. Als een leidinggevende dat niet doet, dat heeft een effect. Niet alleen op die renner, maar ook in de ploeg. Dat wil zeggen dat het vertrouwen laag is. En deze ploeg, die moet het hebben van aanvallen. Die moeten erin vliegen. Die hebben een fantastische Giro gehad met Pinot, twee ritoverwinningen. Of met Pinot een ritoverwinning en met Wijnands. En ze hebben nog erg goed gereden. Wat gaat dit doen met zo'n ploeg? Als je eigen manager, als je eigen leider je gewoon uitlevert aan de willekeur van een stelletje tourorganisatoren. Laatste bericht uit Zeeland. En ik heb het dan over mensen die er verstand van hebben en die daar ergens staan. Dat de wind aan het toenemen is en tussen de 4 en 5 inmiddels. Heb jij daar ineens ook familie wonen? Ik heb er geen familie wonen, nee. Maar ik heb een informant, maar in Zeeland, in jouw gebied. Je zit me aan te kijken alsof ik een spion heb rondlopen. Een Zeeuw die de mogelijkheid heeft om aan een Zeeuw te rapporteren die dat aan een Drent doet. Het moet niet gekker worden. Hoeveel heeft je dat gekost? Ja, ook Drenthe ben zuinig. 7 minuten, 4 seconden, 190 kilometer nog af te leggen voor alle renners die zijn opgestapt. Hier komt de wind schuin van voren. Ze maken nu die bocht linksom. Dat drukt tempo en Boom rijdt op een echt licht verzet, wat ik zo even in de gauwigheid kan zien. Op de 53-17 zelfs. Dat is een heel klein verzetje. Waar je doorgaans op traint.
wind schuin van voren, dus dan heb je nog niet echt kans op waaiers. Maar straks draait de weg nog verder zuidwaarts. En met die westenwind heb je hem dan pal van opzij. En dat gaat toch mogelijkheden bieden om, als je het wil als peloton, om daar gewoon de boel in stukken te rijden. Windkracht 4 à 5 doet er echt toe. Frère achter in het peloton. Met McEwen aan het kletsen, zo te zien. Met Rodriguez natuurlijk. De kleine Rodriguez. Boom is ook een van de mannen die twittert. In tegenstelling tot het voetballen is twitteren voor wielrenners niet verboden. En hij heeft zich vanochtend al afgevraagd of hij niet mocht aanvallen. Omdat hij dat zo graag wilde. Kennelijk is daar in de teambespreking, dat gebeurt overigens altijd vlak voor de start in de bus, heb ik begrepen, bij dat team. Heeft hij de zegen gekregen om het maar eens te proberen. En dat pakt tot op heden goed uit. Ik zei al net, dat siert de ploeg. Ik merk dat ze niet zo strak vanuit die oortjes dat allemaal reguleren. En er zijn echt tijden geweest dat je zei van, we hebben twee kopmannen. Die hebben maar één belang. Dat is het eindklassement. Menshoff en Gezing. Iedere inspanning in de Tour gedaan, moet je op het eind terugbetalen. Dus iedereen blijft zitten. En daarom heb je ook die Saxo-bank. Daar zitten fantastische renners in. Gisteren ook qua tijdrit allemaal op het gemak. We hebben maar één doel. De gebroeders Slek naar de bergen brengen en eroverheen. Nu gaan ook de mannen van Cavendish zich ermee bemoeien. Graap staat mee op kop. En ook de Garmin's van Ferrer. Ik moet je zeggen, van de sprinters maakte Ferrer de beste indruk gisteren, want zo'n proloog zegt toch iets. We weten dat de Amerikaan in staat is om een goede proloog te rijden, maar hij zat echt in de top. Sterker nog, hij eindigde als zevende achter Contador, die zesde werd. En hoewel Farrar te boek staat als sprinter, en dat ook is en veel gewonnen heeft, laat hij een veel betere indruk achter dan Cavendish dit hele seizoen al. Kijk naar het publiek, man. Dat is echt enorm. Ben ik eens benieuwd hoe zich dat verhoudt tot het publiek straks in België. Dat hebben we natuurlijk ook al een paar keer meegemaakt. De aankomst toen we vertrokken waren in Londen. Vervolgens met de tunnel aan de andere kant waren gekomen. Hadden we de finish in Gent, kan je nog herinneren? Ja. En toen was het toch ook flink wat massa op de been. O'Grady op kop van het peloton namens Saxo Bank. En zo jagen er twee banken op elkaar. De Rabobank op kop en de Saxo Bank daarachter. Als er wind staat en je hebt een bocht, zoals hier, dan is dat altijd even opletten. Wat voor gevolgen heeft dat voor de positie in het peloton? Kan, en dat zie je ook al een beetje, sprake zijn van waaiervorming. En daar moet je voor in zitten. Kijk eens naar dat verschil in beentempo. Het is ook een kwestie van discipline. Dus Boom blijft de hele tijd klein rijden. Het voordeel daarvan is dat die spieren het vermogen wat ze moeten leveren, dat ze dat met een hoger beentempo doen. Dat ze dus meer, op de een of andere manier slijten ze daar minder van. De doorbloeding blijft dan beter dan wanneer ze op spanning staan met een zwaar verzet. En inderdaad, hier gaat het peloton een beetje op een lint, hè? Zie je dat? Ja, maar dat is niet van de wind. Dat is vanwege die rotonde die daar was. En die jongens op de kop, die zijn er lekker snel doorheen gegaan. En dan kom je achterin op het elastiek te zitten. Dat wil zeggen dat je even moet wachten, manoeuvreren, even buiten die rotonde om. En dan verlies je meters en dan rekt dat peloton zich uit. En dan moet je dat weer terug. Dat is net een elastiek wat dan zich weer samentrekt. Ik spreek uit ervaring, want ik was het weer even vergeten, maar dat NK van journalisten. De
eerste ronde had ik opeens 70 km per uur op mijn tellertje staan. Omdat ik nog naar het publiek aan het zwaaien was. En toen in één keer op het elastiek kwam te zitten. En in de afdaling van de Erasmusbrug, dat gat moest dicht zien te rijden. Ik was ook gelijk niet goed meer. Boven in beeld, mooie strand van Rokanje. Dat betekent dat het peloton nu pas gaat beginnen aan de Haringvlietdam. De koplopers rijden inmiddels op Goeree. Helemaal in de verte de Maasvlakte. En nu zou het peloton iets moeten kunnen merken. Straks zeker als we op de Haringvliet rijden van die wind die nu van rechts komt. Maar het verschil blijft zo schommelen rond de 7 minuten. Dit is wel waar het peloton, laten we zeggen, een week geleden bang voor was. De etappe door Zeeland, dat zou wat zijn. Daar lijkt het nu niet op. Het ziet er allemaal heel rustig uit. Het heeft natuurlijk te maken met hoe de koers zich ontwikkelt. De kopgroep van 3 heeft de zegen gekregen. En we rijden op de Haringvliet, dan barrage in het Frans. Ja, er zijn 3 sprintersploegen. Of een klassementsploeg en 2 sprintersploegen die keurig netjes op kop rijden met 3 man. Dat wil zeggen, als dit peloton iets van plan is om het proberen kapot te rijden, om te proberen dat peloton uit te rekken, om ze in waaiers te laten breken, dan moet het van andere ploegen komen. Ja, en dat is zo duidelijk als dat gaat gebeuren. Overigens is er nog wat nieuws uit het peloton. Het druppelt binnen. We zijn niet met 196, maar zelfs met 195 renners opgestapt. Want ook Cardozo, waar we gisteren in de avondetappe nog beelden van zagen na zijn val in de proloog. Weliswaar niets gebroken, maar wel zwaar gekneusd. Kneuzingen van het sleutelblad. Of het schouderblad. Hoe dan ook. Verplichte rust na bezoek in het ziekenhuis. Dezelfde avond nog. Dus u mag ook de heer Cardozo doorstrepen. Nummer 213. Daarmee is de Foton-ploeg toch al een geplaagde ploeg. Want ze begonnen de proloog met afgekeurde fietsen. Er moesten dus reservefietsen van stal worden gehaald. Dat betekende in de meeste gevallen de gewone wegfiets. De fiets waar ze ook nu op rijden. Want de tijdritfiets was afgekeurd vanwege een zadel dat niet aan alle normen voldeed. Het zadel moet een aantal centimeters achter het bracket staan. Het mag niet te ver naar voren. He, voor de aerodynamische houding is het belangrijk om zo ver mogelijk naar voren te zitten. Zodat je zo diep mogelijk kan leunen met je ellebogen. Daar moeten ze ook op trainen. Dat is de reden dat ze zo lang en vaak trainen op tijdritfietsen. Er is een tijd geweest waarin renners gewoon op een gewone fiets reden. En dan deden ze er een opzetstuurtje bij en dan zat je gewoon wat dieper. Maar nu veranderen ze de hele houding nog als het ware naar voren te kieperen. En daar is reglementair een stokje voor gestoken. Door te zeggen, die punt van het zadel die moet wel even achter dat bracket blijven. Maar nu weten de ploegen dat. Dat staat allemaal in een handboek. Van hier moet de fiets aan voldoen. Maar meten, wat meet je dan precies? Dan zeggen ze hart op hart, het hart van de buis. Maar je hebt tegenwoordig die carbonfietsen, die zijn monokok. Dus dan heb je een bocht van carbon in dat bracket daaronder zitten. En een dikte van een buis die varieert. Dus ja, die reglementen die zijn, zeker als je het hebt over meten, voor meerderlei uitleg vatbaar. En dat is misgegaan. Dus hebben ze het niet langs jury gekregen. Natuurlijk wel vreemd dat je dat pas laat meten. Op een uur voor de start. Dat doe je natuurlijk een weekje van tevoren. Ja, ik weet nog dat wij echt een loodje hadden aan een draadje. Zo ging dat toch? Ja, maar toen kon je nog zien wat de buis was en wat het hart van de buis was. Tegenwoordig moet jij even proberen op de fiets van Lance Armstrong te zeggen, wat is het hart van de buis? Die buis loopt schuin af. Dus die grijpt op een andere plek aan. Dat gaat allemaal heel anders.